Sorry, ja, dat is leuk dat dat al nooit gebeurt. Dit is niet normaal waar wij nu zijn. Ben je daar al klaar mee? Nee. Dit is helemaal leuk. Ja? Goed? Gelukt? Wij zijn klaar! Dus je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag 4 september. Maar ik vlieg vanavond met Madelief en Zoe samen naar Ibiza toe. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Helemaal voorbereid. Ik ben al helemaal klaar. Dagmar die brengt mij straks super lief naar Zoe toe. En dan brengt Jani ons naar het vliegveld. We hebben koffers al ingepakt. Ik ben al helemaal klaar. Ik ga even lekker geen make-up opdoen. Want we komen daar toch in de avond aan. Dus we gaan vandaag verder toch niks doen. Ik moet alleen zo meteen nog even mijn vliegoutfit aantrekken. Ik heb net mijn haar gewassen en gesteld. Als het goed is, kom ik hier de komende dagen wel mee door. Want we blijven dus tot vrijdagochtend. En we gaan er naartoe om te shooten, foto's te maken. Maar het liefst is fotograaf. En we gaan dus de nieuwe collectie voor bedrijven en merken shooten op Ibiza. Daar doen 8 merken mee. Dus dat is super leuk natuurlijk. Dus we gaan eigenlijk dinsdag, woensdag, donderdag alleen maar volop foto's maken. We hebben een huis gehuurd waar we gaan slapen. We hebben een villa gehuurd voor een dag waar we foto's gaan maken. We hebben een auto gehuurd. We gaan als het goed is ook foto's maken op een boot. Dus het wordt echt, echt onwijs leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Het weer wordt mooi op Ibiza. Dat was natuurlijk ook nog maar de vraag. Want we hebben dit echt 3 maanden geleden geboekt. En dan moet je natuurlijk maar hopen dat je 4 goede dagen hebt uitgekozen. Ik heb hier de spullen die meegaan. Het is echt superveel. Maar we moeten natuurlijk voor elk merk allemaal outfits. Want we gaan best wel veel foto's maken in totaal. Dus daar heb ik al mijn kleding in zitten. Met nog een handbagagetas erbij. En dan is dit de koffer met allemaal tasjes, make-up, dingen voor in de douche, bikinis. Nog een paar losse kledingdingetjes, steltang. En dan heb ik hier nog een vak over. Althans, hier zit nog stoomapparaat en nog een statief. Maar daar komen dus straks nog spullen bij van de samenwerkingen. Want dat moeten we eventjes verdelen over onze koffers. Dus dat gaan we straks op het vliegveld doen. Maar dit is allemaal wat ik mee ga nemen. We zijn op het vliegveld. We hebben even lekker wat snacken gehaald. Ik denk niet dat jullie mij horen, want het rijdt heel hard. Of hoe noem je dat? De vliegtuigen zijn heel hard. We zijn gearriveerd. In het bezig. Oh. Kijk jij het eens. Wat lelijk. Nee, dat kan niet. Dit moet je knippen. Maar goed, ik ga morgen even het huis laten zien. Het is vandaag dinsdag. Ja. Onze eerste volle dag. En het is 7:45. And we are ready. We gaan naar Cala Benihas. Gaan we dus in de ochtend op een strandje even wat foto's maken. Maar ik ga even deze vlek fixen, want het is net oké. Gaan we dus naar Benihas, gaan we foto's maken. Als begin met allemaal stranduitzichtjes. Ik deed de camera ook, ik zag de hele vlek in de wang zitten. Ik ben zo heel wit naar jou. Ik heb ook wel heel veel bronzer op gedaan. Maar ik heb ook hoek. Ik heb het mee. Oh nee, geintje. Ja, sowieso ben ik klaar. En dan, ja, volgens mij staat mijn camera ook ingezoomd. Dus ik ga even kijken zo meteen of ik dit kan fixen. Maar, oh ja, nu is die vlek beter. Maar goed dat ik dit nog eventjes zag van tevoren. Nee, maar wij, we gaan nu 5 merken hebben mee, hè? Ja. Zie, ik loop nu al te zweten. Goh. Ik zou eventjes een klein beetje het huis vanaf buiten laten zien, maar ik zal het vanmiddag even beter laten zien. Kijk. En we hebben dus een auto gehuurd bij Glass Rent a Car Ibiza. Echt heel erg chill, want gisteren kon er gewoon gelijk vanaf het vliegveld werd hij daar geleverd. Ik kon er gewoon gelijk lekker met het autootje naar ons huisje toe. We zitten dus in Cala Tarida. Maar ik zal vanmiddag als we bij het huisje blijven, zo eventjes wat beter laten zien. Maar het is echt very pretty. Pretty. Very pretty. Ik vind dit ook wel erg mooi zo. Ja, dat vind ik ook echt. Ja, hè? Het hele met liefde de hele hutskoffer bij er met al de cameraapparatuur. Ik zei net tegen zo. Ik zei, als ik maar de lief was geweest, had ik echt heel de dag lekker om mijn crocs rondgelopen gewoon. Mijn crocs? Ik heb ja, crocs. Ik vind crocs zo lekkere dingen. Ja, zie dat ik er vandaag even tas te zetten. Wij zijn aangekomen op de eerste location. We zijn bij Cala Benihas. Kijk even hoe leuk. We hebben een soort van vissershutje. Toch? Dit is toch een soort vissershutje eigenlijk, denk ik. Super mooi water. Het is ook echt heel rustig.
Is hier wat lekker yoga aan het doen? Ik denk dat we even alles gaan uitpakken en gaan kijken. Very pretty place. De meiden zijn lekker bezig. Very pretty. Deze rotsen zijn nu met de sapjes bezig. Oh, where's my Lilo? She's there. Hello. Wij hebben het eerste merkje erop zitten, Superfood Guru. We zijn nu met zonnebrillen.com bezig. Sorry, maar die zijn nu daarachter bezig. Ik ga zo meteen een groen satijnen pak aantrekken van bij, jongen. Volgens mij moet ik. Zeg ik, ja, dat is leuk dat dat al uitgewerkt is. Even kijken of het haar een beetje normaal is. Zo. Ja. Ik ben klaar voor zonnebrillen.com. En we gaan nu verder met Roku Brun. Dat is dus een zelfbruiner merk. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want ik kreeg net al een soort van grijns naar mijn hoofd dat ik het niet goed uitsprak. Maar ik ga het eventjes laten zien. Kijk. We gaan nu de mousse gebruiken. Nu zo is een bikini aan en ik heb dit ding. Ben je daar al klaar mee? Nee. Ik krijg er heel veel energie van. Ja, ik vind het ook leuk. Goed gaat eigenlijk. Ja. We hebben onze... Wel heel dichtbij dit hoor. We hebben onze eerste location gehad. We hebben al best wel veel gemaakt. Ja, serieus. Toch? Ja. Het is nu 10:45. We gaan even lekker wat lunchen. Heeft hij geen... Oh, hier avocado. Nee, dacht ik ook. We hebben wel avocado toast. Dat is ook wel lekker. En dan gaan we daarna naar het huis, gaan we daar foto's maken. Dan ga ik even mijn haar bijstellen. Ik weet niet wat er precies is gebeurd. Maar... Ik heb alleen maar eten, drinken. Ja, wij hebben eten, maar we hebben ook zo'n fasekaart. Wij hebben ons choppen gekregen. Oh, jij krijgt alleen nog een avocado. Ja, dat is erg zielig. Ik heb een serrano ham en een melted cheese. Thank you. Thank you. It's okay. Yes, perfect. We zijn weer terug in het huis. We hebben net eventjes lekker gaan lunchen. Hier zit iets heel raars. En ik ga even een klein beetje mijn haar bijstellen, want ik weet niet wat er is gebeurd vanmorgen, maar... Niet helemaal best meer. Zul je maar lief gaan alvast verder met de next picture. Heb ik even tijd om mezelf bij te stylen. We hebben echt oprecht... Waar zit die knop? Oh, hier. We hebben echt oprecht al best wel veel foto's gemaakt. Als je naar deze villa gaat, gewoon zo'n oplaadzwembad meenemen. Dat even laten zien. Nee, die... Nee, je mag je hoofd inderdaad een beetje zo houden, anders krijg je een beetje van die harde... Ik kan niet lachen en ook niet meer zo kijken. We zijn weer lekker aan het foto's maken. En we doen het echt goed, het is 3:15. En we hebben echt al zoveel op de foto gezet, super goed, is helemaal klaar. Zoe is hier nu bezig met zonnebrillen.com. Heel erg leuk. Waar is Madelie? Hallo! Hey. Ja, heel leuk. En ik heb dus nu dit outfitje aan. Die hebben jullie als het goed is gezien, of die krijgen jullie nog te zien. Nee, die krijgen jullie nog te zien. Ik ben namelijk een aparte video hier op Ibiza te maken van alle naked outfits die ik draag. En deze is ook van Naked. En daar ga ik dus deze bril doen van... Reben. Die hebben we natuurlijk gekregen van zonnebrillen.com. Of nou ja, ze hebben ons gevraagd om hier content mee te maken. Dus ik vond dit wel leuk, setje zo. Dus die ga ik zo meteen op de outfit op de foto zetten. Nou, maar lief gaat op de foto zetten, ik ga alleen op de foto. Vanavond hebben we een boot gehuurd van de Ibiza Boot. Ik ga even opzoeken wat het heet. Ik ben echt, jongens, heel de tijd, daar is meteen van, heel de tijd mijn telefoon kwijt. Really annoying. De boot rental Ibiza. Van hun mogen we dus een boot gebruiken als shootlocatie vanavond. We krijgen nog te horen welke het is en waar die ligt. Maar daar gaan we, als het goed is, van 6 tot 8 naartoe om dus foto's te maken met die boot. Echt heel erg leuk. Daar heb ik ook heel erg zin in. Dus ik denk dat we deze eerste dag best wel veel af gaan krijgen. Morgen hebben we een villa gehuurd waar we dus heen gaan. Maar dat zien jullie morgen allemaal. We hopen eigenlijk dat we donderdagmiddag al klaar zijn. Dat we nog eventjes lekker gezellig met z'n drieën op het strand kunnen. En misschien in de avond naar een feestje. Staan? Mag ik van jou zoals een paar beelden pikken van zo'n klein shot?
Ik kan toch via wie het feest van haar is. Ja, dat ik dan de foto's gedaan. Oh, en daar komt het zonnetje. Ja! De zijkant doen maar. Wij zijn klaar in het huis en we hebben dus over een uurtje ongeveer een boot die we kunnen gebruiken voor foto's. Dus we hebben weer eventjes nieuwe kleding bij elkaar geraapt voor alle merken. We gaan nu ook Nori shooten, dus daar heb ik dit shirt voor aan. Het zijn allemaal sieraden, heel erg leuk. Dus daar gaan we nu naartoe en de zon gaat rond 8 uur onder, dus ik denk dat we van 2 tot 6 ongeveer bezig zullen zijn. Ja. Ja. Dat is leuk. Die. En dan gaan we daarna heerlijk eten in de stad. Want de boot die ligt in Marina. Haven in Ibiza stad. Dus kunnen we daar lekker door naar de stad en daar lekker eten. Ik was even zoeken, maar we hebben de boot gevonden. En hier mogen we nu lekker foto's op maken. Zo, Madelief zijn nu bezig voor Wessens. Ik heb nu oorbellen in van Nori. Deze bikini en deze broek. Ik dacht, dat vind ik wel leuk bij elkaar. Kijk. Zij zijn al helemaal bezig hier. Ja? Ja, goed, gelukt. Ik ga niet goed bij mij. Ik ben moe, denk ik, bij mijn parfusje. Oh. En hierna hebben we lekker gereserveerd bij La Brassa. En gaan we lekker, lekker eten. Het weer is alleen een beetje stom nu. Ja. Moet er toch ook content voor die boot? Wij zitten bij La Brassa. Lekker antipootje. Die meiden hebben een paar paella. Nou, bon appetit. Goedemorgen. Het is 7 uur. We gaan ons klaarmaken weer voor vandaag. En we wilden eigenlijk naar een hele mooie plek toe. Dat was dus eerst nog een half uur met de auto rijden en dan nog 45 minuten lopen. Dus dat gaan we even overslaan. Ik denk dat we naar Calatarida gaan. Eerst even klaarmaken. We hebben ons helemaal klaargemaakt. Ik ga even in het licht kijken of ik vlekken heb. Want gisteren zag ik op de camera een beetje allemaal vlekken. Beetje. Ik ga even een sponsje pakken. Dan gaan we zo. Wat gingen we nou eerst boodschappen doen of eerst? Nee, boodschappen doen we als we naar... Als tussenstop, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Mag ik als spiegel. Zo beter, denk ik. Ik heb nu gewoon lekkere chillshirts aan met mijn pyjama broekje. Ik denk dat ik dat ook lekker aangaan. En dan gaan we zo al deze spullen inladen. We gaan dus vandaag eerst naar het strand en daarna naar de villa die we hebben gehuurd. Ja, ik zie het lekker. Oh ja, dit is goed. Dit is niet normaal waar wij nu zijn. We zijn aangekomen op de tweede locatie. Vanmorgen ging ik dus bij Calatarida shoot. Alleen was ik dus mijn camera vergeten. En we hebben nu dus de locatie, de villa die we hebben gehuurd. Het is zo mooi. Zo bizar. Echt, als ik dit zie, denk ik, ik ga nooit meer geld uitgeven. Ik ga alleen nog maar sparen, zodat ik later ook zo'n B&B kan beginnen. En hier kan wonen en... Oh god, ik ga het laten zien. Kijk. Kijk. Dit is het zwembad buiten. En hoe leuk zijn deze plekjes ook. Ja, ik hou hier echt van. Dit is heel leuk. Dan heb je hier nog een hele leuke tafel. Ik hoop dat je het goed kan zien. Dan is dit keukje. Dit wil je gewoon. Ik wil dit later. Dit wil ik gewoon. Heb je hier nog een badkamer en hier heb je een slaapkamer. Daar hebben we even onze rommelhoek van gemaakt. En dan heb je hier nog de woonkamer. En dan heb je hier dus nog een slaapkamer. En let op.
Even serieus. Dit is niet normaal. En dan heb je hier dus nog een slaapkamer. Met ook echt een bizarre badkamer. Kijk dan. Dit is echt... We zijn zo blij dat we hier zijn. We hebben dit dus van 12 tot 8. Volgens mij is het nu rond 1:30 of zo. Dus we gaan hier ook lekker late lunch doen. En dan... We hebben om 10 uur gereserveerd bij La Oliva, dus we zijn hier nog wel eventjes zoet. Het gaat echt heel erg goed, we gaan er best wel snel doorheen. We Nori nu bijna af. Allebei nog één fotootje en dan gaan we door naar de volgende. Wel leuk. Kleine vreetpauze gehad. We gaan door. We moeten door. Met Rokubrun. Rokubrun. Oké, waar wil je me hebben? Nou, eerst die scheermessen weg. Oh ja. Ik heb namelijk ook een samenwerking met Estrid, dus die heb ik ook even mee. Wacht. Deze moet weg. Oh. Ja, die hebben wij. Dit is vast. Oké. Top. Oké. Hier kunnen we ook misschien die Nori doen. Ja, ik zie het dus. Ik vergeet gewoon helemaal te vloggen hier. Hartstikke goed, de dames zijn even bezig. En we hoeven nog maar 2 merken en dan hebben we alles af. Zo chill, het is nu 5:00 ongeveer. En we gaan ervoor om alles af te krijgen, want dan kunnen we hier zelf nog eventjes wat dingetjes maken. En dan kunnen we morgen heel graag naar het strand. Ik ga even stuk. Op dit moment ga ik nog even dood. Ja, ik had ook net bloedheet. Oh ja, dat is beter. Dit lijkt echt een sollicitatiefoto voor op een vak. Nou, goed voor je cv weer later. We hebben ook nog een lookje voor West Sands, hè? Zullen we die niet eerst doen? Ik heb ze allebei al gehad gisteren op de boot. Oh ja, ik moet er nog één dan. West Sands zit erop. We hoeven alleen nog maar blitzen. Ja, ze zijn helemaal klaar! Jee. Kunnen we morgen naar de beach? En vanavond gaan we heerlijk eten bij La Oliva. Daar heb ik al eigenlijk, sinds dat ik weet dat we hierheen gaan, zin in. Hoe filmt u daar lag? Kut, sorry. Nou, wil je niet zo schelden in mijn vlog? Oh, sorry. Nee, goeie. Daar heb ik echt al sinds dat ik weet dat we hier naartoe gaan, zin in. Want die pasta met burrata is daar echt het allerlekkerste. Dus, you can guess what I'm going to order tonight. Ik moet me even laten opdrogen. Maar Joey en ik moeten onze nageltjes gaan beplakken voor Blitzby. Wij zijn klaar! Dus we hebben ons opgekalevaald. Of nou ja, ik heb gewoon de make-up op die ik voor echt doe. Kijk die Owen. Ja. Ik koop de primer van Glossé en de setting spray van Urban Decay. Want onze make-up zit heel de dag bijna perfect. En we gaan nu lekker eten en ons hele maagje vol stouwen met vreten. Want morgen hoeven wij geen verplichte foto's weer te maken. Wij... Ik praat door me heen. Ik wil eigenlijk ook nog. Wij zitten bij La Oliva lekker. En we liepen terug pasta en Zoe ook. En ik heb een heerlijke burrata pasta. En die ga ik lekker eten. Deze test filmen. Want deze is heel erg lekker.
Wat? Nee, het is moeilijk, hè? We doen er een beetje zout overheen, because I live for that. Wil je ook zo? Een beetje parmigiano. Nou, op zich niet nodig, want je hebt ook al burrata natuurlijk. Uitleg. En dan ga je rallen. Nou, hij is niet heel romig. Ik dacht eigenlijk dat jij in de auto vandaag zei dat je niet kon meer, dat je niet kon meer. Niet hoor, hè. Echt. Afgelopen dagen zijn we elke keer om 6:30 ons wekker gezet. Toen was ik helemaal niet zo heel moe. Maar nu? Vandaag ging ik om 8:30. Want we gaan zo meteen lekker naar Calatari. Dan gaan we daar lekker op het strand liggen. Vandaag lekker geen make-up op. Oh, heerlijk. Helemaal zin in. En ik ben net weer op mijn buik gestoken. Je ziet er echt een hele, hele verse muggenbult. En hij jeukt echt. Er zitten zoveel mugjes hier. Het is nu 9:50 en we gaan rond de 9:30 gaan we weg. Ik ga hem even klaarmaken. Ik wil dus eigenlijk een extra video maken met mijn skincare. Misschien ga ik dat nu wel even doen, maar mijn skincare in de ochtend duurt toch niet zo lang. We zitten heerlijk op het strand bij Calatarida. En we gaan onszelf even verwennen. Emma, lief? Ja! We krijgen een heerlijke massage. Sowieso bezig. Zo meteen lekker eten bestellen. En vanavond gaan we met Biba samen gezegd naar Ushuaia. Dus dat is ook heel leuk, want Biba is hier ook met haar ouders en haar broer. Moeten wij die op elkaar zien? Ja, ik ben ook wel wat meer. Nou, de massage is geweest. Ik was er niet helemaal te spreken over, maar het was oké. Okay. Zoe vond het wel lekker, ja. Nou ja, lekker. Het was oké. Okay. Ik wist wat ik kon verwachten. En we hebben nu lekker wat eten besteld. We hebben een broodje met aioli, garnalen, mosselen, patatas bravas. Heerlijk. Who's here? Hallo. Sorry, ik heb mijn knoop open. Joepoe! Papi! Biba has arrived in the Love Island villa. We're going to party tonight. We got a free night tonight. Our fresh and new bombshell. Our bombshell is arrived! Het is vrijdagochtend. En we zijn zo even naar Ushuaia. En toen daarna een after party. Oh. En daarna nog naar DC 10. Het was wel echt heel erg leuk, maar ik had dit zo niet moeten doen. Het is nu 7:30. En we lagen om 4:00 in bed. Dit werd er geen 7:15. Want wij moeten naar huis vliegen. Ik zie er zo verstrooid uit. Maar goed, we gaan naar huis. Lekker vliegen. Ik ga lekker slapen op het vliegtuig. Oh, helemaal best.